Mirre, jij bent weggelopen en je hebt je aangesloten bij een groep jongeren die werkt op een geitenboerderij onder de leiding van een christelijke boer. En deze boer, in de nabijgelegen dorpen noemen ze hem een sekteleider, die heeft jou ervan overtuigd dat je de moeite waard bent. En jij bent best gelukkig. Yannick, jij bent de oudere broer van Mirre. En jij hebt je wanhopige ouders beloofd om Mirre weg te halen uit die sekte. Jullie treffen elkaar buiten in de moestuin waar Mirre het onkruid wiet. Hey. Hey, lieverd. Hey, wat Hallo. Ben jij hier? Oh, hey. Hoe is het? Goed. Wat zie je eruit? Je hebt klompen aan. Doe die eens uit, joh, gek. Nee, man. Je krijgt er koude voeten van. Nee, vet lekker. Lekker? Ja, wil je eens aan? Kom, is leuk. Wat doe jij hier? Ik kom even kijken hoe het met mijn zusje was. Jeetje zeg, dus dit is waar je... Wat is dit? Het is zeg maar... Dit kan toch niet? Hou eens op, zeg. Wat is dit nou? Doe eens normaal. Trek eens schoenen aan, joh. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben aan het creëren. Ik maak leven. Maar je kan toch ook naar het tuincentrum gaan om planten kopen? Nee. Het gaat om het gevoel dat je samen bent, snap je? Je bent op één plek. We zijn hier. Er is niemand. Je staat hier niet eentje planten in de bak te flikkeren. Niemand. Ja, wat? Je bent nooit alleen, nooit. Waar heb je het in godsnaam over? In godsnaam! Maar ik wist niet dat je eenmaal in de Heren was. Ik ben de moeite waard. Ja, natuurlijk ben je de moeite waard. Kijk hoe prachtig je bent. Je bent een lieverd. Maar hoef je ook niet hier om in een moestuin te gaan werken? Jawel. Wat is dit voor plant? Rozemarijn. Wanneer gebruik je dat? Ik wilde weg. Snap je dat? Sinds dat jij het huis uit bent, ik moest weg. Maar dan is dit toch niet een oplossing? Waarom is dit niet een oplossing? Ik kon hier zijn, ik word erkend, ik ben de moeite waard hier. Je bent zo bleek als het maar zijn kan. Volgens mij heb je geen grammetje vet aan je lijf. Omdat je rozemarijn eet de hele dag waarschijnlijk. En je bent aan het bidden de hele dag. Waarom zou je dat doen? Als je er zo toe doet, dan kun je toch ook wat gaan doen met je leven? Hebben mama en papa je gestuurd? Ja, nee, ja, nee, ja, wel. Maar dat maakt niet uit. Ik wil ook dat je terugkomt. Wil je dan nu gaan? Nee, ik ga niet terug. Ik wil ook dat je terugkomt. Ik heb mezelf gestuurd. Misschien ben ik wel door God gestuurd. Weet jij veel? Bullshit, daar geloof je helemaal niet in. Niks. Nee, maar jij wel? Nee. Ik weet het toch ook allemaal niet meer? Als je elke dag te horen krijgt van je vader dat je alles wat je doet slecht is en je moeder niet eens één keer vraagt hoe het met je gaat. En ze er allemaal van uitgaan dat al je hoge cijfers hoog blijven. En dat dus niet gebeurt omdat je geen aandacht krijgt. En als je het dan wel doet, dat je dan niet, dan wordt er niks gezegd. Dus als het slecht gaat, wordt er alleen maar op je weet ik veel, ik weet het niet eens meer. Ja, dat snap ik. Jij was dat wonderkind. Ja, en was. Ik kwam daarna. Maar is dit dan een soort zielige wraakactie? Ik bedoel, luister, dat je niet terug wil gaan voor hun, prima, snap ik. Maar dit is toch geen manier van leven? Rozemarijn, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dat is een meisjesnaam, dat is niet eens een plant. En dan zit je dit de hele dag te doen en te bidden met een of andere enge gast die waarschijnlijk aan je zit, je geen eten geeft, je ziet eruit als een lijk. Omdat papa en mama je geen aandacht geven. Laat mij je dan aandacht geven. Dan ga je met mij weg, prima. Maar niet dit. Dit is het kutste ooit, echt. Kom eens hier. Ik kan niet weg. Hoezo je kan niet weg? Ik mag niet weg. Van wie niet? Van die knakker? Ja. Heeft hij ook aan jou gezeten? Waarom wil je hier dan nog blijven? Ik kan hier niet meer weg. Tuurlijk kan je hier weg. We verzinnen wel iets. Hoe ben je hier gekomen? Ja, door 30 weilanden heen gelopen.
vier hekken onder gekropen. Ik bedoel, als je erin kan komen, kan je er ook uitkomen. Maar wil je dan bij me blijven? Natuurlijk, ik ga letterlijk nooit meer bij je weg. Ik ben zo bang. Oké. Maar zullen we je dan gewoon samen... En in godsnaam trek andere schoenen aan. Want je kan niet al die weilanden door met die houten krengen. Ik zweer het. En neem eten mee, want het wordt een lange tocht. Heb je hier niet nog een paar planten liggen die we kunnen eten? Ja, pluk die rozemarijn. Never. Ik heb het net geroken. Bedankt. Oké. Oké, tot hier. Ja.